ben nu bij huis gezien. Waar er setdans wordt gedaan. We gaan even kijken. En daarna is er een serie van 5 stukken. Die heet de Caledonia. 5 stukken aan elkaar. Caledonia 1, Caledonia 2, Caledonia 3, Caledonia 4 en Caledonia 5. Wat we nu voor u gaan dansen, die heet Gypsy. En daar krijg je ook 5 stukken van. Gypsy. Dit is dus bij Asiana, waar ze vandaag een demonstratie hebben over setdans. Tegenwoordig is bijna wordt niet meer gedaan, setdans. Van deze kant goed te zien is of naar beneden moet. Je moet hem even zeggen. Goedemorgen vanuit Gijs Asiana. Laat u me weten. Moet ik deze kant staan of moet ik beneden gaan staan? 1, 2, 3. Vanuit de zaal, waar dus de bewoners van Asiana zitten. Ze hebben al eens een set gehad. En dan zijn de mensen aan het wachten op een tweede set. En ze hadden mij gevraagd om te komen filmen, maar ik was natuurlijk bij de Gramman net. Zit er iemand hier? Dank u. Ga ik hier zitten? Ja, mevrouw Botse. Dit is het dans. Netjes werd gedanst. Thank you.
Franse setdans van vroeger. Set dans, dat ze een beetje kunnen genieten van deze Asiana. Vroeger ook gedanst. Dat was nog een hele andere beetje, een hele andere stijl. Setdansdemonstratie bij Huize Asiana. Setdans. Ja, ik vond het ook wel leuk om te komen kijken. Ik heb het ook geen idee voor het ooit, maar als kind weet ik wel dat er setdans was. Dus ik ben niet meer vergeten hoe het eruit zag weer. Dus ik ben wel benieuwd. Ik denk, ja, ze hebben me uitgenodigd of ik wilde komen. Al weken van tevoren. Maar dat kwam van de Gramman, kwam er tussen. Dus ik ben even snel gereisd naar de Gramman en weer nu hier naartoe gereisd. En vanmiddag, ietsje later, ben ik bij de food beursmensen. Dan ga ik jullie ook even meenemen daar hoe het eruit ziet. Oké, we gaan nu volgende pokoe. Voor het paard.
aan het uitsterven, maar het is wel leuk. Zo gingen mensen vroeger uit naar Serdans. Zit een andere danspartner nu, oké. Ze zijn aan het uitsterven, Merre, dus het zijn de mensen die het nog doen. Serdans demonstratie optreden in Huis Atiana voor de seniorenburgers. Schaaf gedanst. Misschien opzoeken op Google Serdans. Lessen, Rotterdam.
Ja, ze doen het in Suriname, Henna. Ik heb geen idee hoe het heet, absoluut niet. Als Zetdans ken ik het, maar verder weet ik het echt niet. Misschien folklorisch dansen of zo, of Suriname, I don't know. Het is helemaal suf. Ik dacht zet met S-E-T. Thank you.
Hij is de leider van het ding. De stepdans van vroeger, dat je bijna niet meer ziet. Ik weet niet hoeveel verenigingen er nog zijn in Suriname. Enthousiast mensen. Dus een leuke bezigheid voor de oudjes. Goedendag. Dus, dus ik ben hier nu bij Asiana. Waar ziet dat de mensen genieten van het optreden van de set dans. En straks ga ik eventjes naar de foodbeurs om even ook even wat te laten zien daar. En ja, nog even één dansje laten zien. In principe zijn ze allemaal hetzelfde, lijkt het. Ik kan me er niet zoveel van vroeger herinneren. Ik wist wel dat er nog iets aan de dingen waren.
die ze deden en zo. En allemaal mooie kleertjes aan hadden. We gaan even kijken nu. Hoe gaat het? Ja, mooi zo. Ja, dat was vroeger inderdaad echt een muzikant erbij, dus daar weet je uit. Ja, ze zijn nog, voor mij zijn ze nog niet helemaal misschien erin. I don't know. Maar ze kijken allemaal alsof ze niet naar hun zin hebben. Veel te ernstig. Ze proberen geen fouten te maken, denk ik. Ja, Astrid, ze zeggen focus op de pasjes. Nou, hebben we gezien denk ik. Ik weet niet of we nog iets interessants nog meer gaan zien. Maar oké, jullie met een korte break. Misschien kan ik al iemand wat vragen wie de leider is van dat ding. Zo. Goedemorgen. Wie kan ik wat vragen stellen? Ik denk aan de meneer. Ja, goedemiddag.
ik ben ja, Gloria Botsche van Travas D. Het is heel leuk om Seth Dans te zien. Dat geeft niet. We hebben jullie allemaal in actie gezien. De mensen kijken en zeggen, oh wat leuk. Heeft u een vereniging? Bent u de leider? Ja. Dit is één vereniging. Of zijn er meerdere verenigingen in Suriname? Dat is nog een andere vereniging. Oké. Okay. Hoeveel verenigingen hebben we? Maar twee in Suriname? Op dit moment twee. Ja, het was vroeger heel erg populair, hè? Ja, dat klopt. Maar dan had je ook met een live band, was dat? Ja, maar we proberen hem terug te brengen. Ja. Want live muziek gaat een beetje moeilijk. Ja. Het is vrij duur. Mm-hmm. En de mensen willen niet spelen op de oefeningen. Nee. En juist daarin worden mensen nodig. Ja. En er zijn meer dames, zie ik. De heren zijn niet zo enthousiast. Vandaag ben ik de enige hier. Ja. Er zijn nog een paar, maar anderen zitten in het buitenland. Oké. En jullie dames, jullie vinden het leuk om te doen? Meegemaakt van jullie ouders of oma's toen? Oma. Mijn moeder. Ja? En dan ging je als kind ging u ook kijken? En als kind ging u kijken? Ze mochten piepen. Mochten piepen, hè? Ja, dat... U mag ook mee? En waar deden ze dat? In een vereniging of zo gingen ze? Stuiversvereniging, die ook van met begrafenisdingen doet. Ik denk dat het is. En dan gingen jullie echt... Ja, vroeger had je wel meer verenigingen. Ja. Er waren zeker zo'n 9 tot 11 verenigingen. Maar langzamerhand zijn ze allemaal verdwenen. Ja, dus je wil een nieuw leven inblazen. En u zoekt ook naar jonge mensen? We gaan starten met de jongeren. Oh ja, wanneer? Ik heb al een aanvang gemaakt, maar ik moest het stopzetten. Omdat je per oefening zeker zo'n 8 personen, 8 meldingen hebt. En het was niet te doen. Oké. Dus heb ik nog even stopgezet. Maar we gaan het weer oppakken. En hoeveel mensen moet je hebben om een te... 8. En de dames in broek die fungeren nu als de heren? Oké. Okay. Heer en dame, dus we zijn een beetje verzwakt gekomen vandaag. Ja. We helpen de dames als de heren. Geweldig. En hoe vaak oefenen jullie? 1 keer per week. 1 keer? Ja. Dat is zondag. Oh, oké. Okay. Dus morgen zijn jullie vrij van met zo'n vaderdag? Of? Ja, oké. Okay. Nou, en waarom doen jullie dit hier voor de seniorenburgers? Het is een vorm van teruggeven aan de samenleving. En dit jaar hebben we gekozen voor de seniorenburgers. Mm-hmm. Met moederdag waren we bij Albertine. Oké. Okay. En vandaag zijn we hier bij Asia. Ja, omdat ook onze seniorenburgers, ook al zijn ze seniorenburgers, ze leven nog, die ja. Mag genieten. Maar ook toen al een seniorenburger. Een stukje vertier. Ja, ik ben een stukje jonger dan deze. Ja, deze mensen zijn over de 70, 80. Ja. En dan krijg je weer een stukje herinneringen aan vroeger. Hè? Ja. Abo, succes dames en heren. Okay. En ik hoop dat het lukt met de jongeren. Ja. En hoe heet deze vereniging? De kan men het vinden op YouTube of op social media? Dus iemand vroeg van, geef jullie les? Waar moeten ze zich aanmelden dan? Wij nemen ze op de zona. En waar? Waaldijkstraat nummer 98, Loisiergebouw. Waaldijkstraat nummer 98, als mensen willen komen, kunnen ze gaan joinen. Het is precies tussen de Antonovonstraat en de Gemeenerlandse. Oh ja. En daar, als mensen zich willen aansluiten, mogen ze op die dag komen? Ja. Op de zondag? De deur is welkom. De deur staat altijd open voor iedereen die wil meedoen of voor iedereen die wil komen kijken. Ja. We beginnen om 6 uur. 6 uur zondag tot 8 uur. Zondag Waaldijkstraat. Nu 98, oké. Loisiergebouw, oké. Er is ook een andere vereniging. Ja. Maar die dans op de vrijdag. Oké, en waar? Naxgebouw. Oh, Nax. Oh ja, dat had ik van gehoord. Ja, Nax heeft ook zet dans, ja. Zij dansen van 7 uur tot 9 uur op de vrijdag. Op de vrijdag, 7, 9, Naxgebouw. En als jullie 6 tot 8 aan de Waaldijkstraat. Bij het Loisiergebouw. Oké, super. Succes. Oké, bedankt. Ja hoor. Dat waren dus de mensen van de zet dansvereniging De Tulp. Die 1 keer in de week trainen op de zondag. Je hebt nog een andere vereniging, dus bij Nax. Die ook 1 keer in de week trainen. En het is ook goed voor de oude mensen. Je zou eigenlijk het zelf met de senioren moeten doen. Om ze een beetje te trainen. Zodat ze ook weer in beweging blijven. Want wanneer je wat ouder wordt, dan de neiging is dat je minder gaat bewegen. Dus
Het zou goed zijn ook om zoiets te doen voor mensen die nog mobiel zijn. Om eventjes te trainen, om eventjes ook wat een beetje... En je ziet, het zijn geen moeilijke dingetjes. Het is wel heel veel lopen, hoor. Je zweet je wel helemaal suf, denk ik. Oké, mensen, ik ga eruit. Even laten zien, is dat dans hier in Asiana. En ik ga zo meteen aan de overkant naar de foodbeurs. Om daar een en ander te laten zien en om zelf ook wat te gaan eten. Want het is bijna 12 uur. Kijk wat ze gaan doen. Dag mevrouw, hoe gaat het met u? Rustig, rustig. Mooi zo, kaze, kaze. Ja, mooi, mooi, mooi. Mooi, mooi, tja, tja. Een stuk en dan gaan ze stoppen met de mensen die zich tussen de mensen begeven. Oké, we gaan het laatste stukje meemaken en dan ga ik richting de foodbeurs. En daarna ben ik ook even 's middags bij de Esther Stichting. Nou, ik blijf nog even voor Astrid. Even het laatste stukje zien en dan ga ik. En ze komen spokken, dus hem. One, two, three. Zet dansen bij Huizen Asiaan. Ze krijgen nog instructies, dus ze zijn nog niet zo zelfverzekerd. Vandaar dat ze ook zo ernstig keek. Ik ga eruit met dit laatste stukje. Dan ga ik even lopen naar de foodbeurs die hier aan de overkant is. Tot straks.